Minister van Bibes zal eerst een inleiding geven. Daarnaast komt de minister van Defensie aan het woord. Na de minister van Defensie krijgen we een presentatie van Jamil Diaz. Hij is cybersecurity analist. En dan vindt er de launch plaats. Mag ik uw attentie nu voor de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, minister Ramdin. Ja, goedemorgen aan ieder. Goedemorgen MC, collega minister van Defensie, Matura. En collega David Abiyamovo van Natuurlijke Hulpbronnen, die hier aanwezig is als minister ad interim Justitie Politie. Laat me beginnen te bevestigen dat we dit initiatief gezamenlijk hebben genomen als drie ministers, verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid in Suriname, in samenwerking, in nauwe samenwerking met de directie, de directeur en de stafmedewerkers van DNV, Nationale Veiligheid, die ook hier is. Dus welkom, leden van Directoraat Nationale Veiligheid. Maar ook de vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie en Politie. We zijn blij dat we deze launch kunnen doen, omdat inderdaad, zoals gezegd, op 21 en 22 april hier in Suriname, op basis van het initiatief van Suriname, een high-level conferentie wordt gehouden met betrekking tot grensoverschrijdende criminaliteit en de veiligheidsuitdagingen die dat met zich mee zullen meebrengen. Dus het is echt een samenwerking tussen drie ministeries, Defensie, Justitie, Politie en het ministerie van Bibes. We hebben allemaal verantwoordelijkheden voor het nationale veiligheidsbeleid op componenten. En met de ondersteuning van het directoraat Nationale Veiligheid zijn we nu bezig in een afrondende fase om zowel inhoudelijk als technisch, logistiek, organisatorisch op 21 en 22 april de conferentie hier in Paramaribo te hebben. Het thema is, zoals ik al eerder aangaf, grensoverschrijdende criminaliteit. Een situatie die we al jaren meemaken, decennia lang. Maar wanneer we praten over grensoverschrijdende criminaliteit, dan betekent het automatisch dat we moeten samenwerken met andere landen, omdat het over de grens gaat. En dat betekent ook dat we dus met de landen die soortgelijke problemen ondervinden, uitdagingen ondervinden, dat we gezamenlijk moeten kijken hoe we oplossingen kunnen vinden. Niet alleen oplossingen in de zin van gezamenlijk dus problemen aanpakken, maar ook informatieuitwisseling ervoor zorgen dat onze systemen op elkaar zijn afgestemd, dat we goed contact hebben op het persoonlijk niveau. Dat is enorm belangrijk in veiligheid vanwege het vertrouwelijk karakter van informatie. Dus deze conferentie is niet alleen bedoeld om inhoudelijk, maar ook materieel, operationeel, die samenwerking goed tot stand te brengen. En wij hopen natuurlijk op een hele goede aanwezigheid. De landen die hierbij direct betrokken zijn, dat zijn de landen in dit gebied waar we praten over grensoverschrijdende criminaliteit. Dat is uiteraard Suriname, Guyana, Frans-Guyana, de buurlanden met Brazilië, maar ook Colombia. Omdat we in de hele corridor zien dat ook natuurlijk de aanvoer van zeker drugs uit die gebieden komt. We hebben het op een hoog niveau gehouden, ministers of hoofden van verschillende veiligheidsdiensten. Het is belangrijk omdat als je besluiten moet nemen, en zeker omdat we voor lange tijd niet bij elkaar zijn geweest. Er zijn eerder conferenties geweest in Paramaribo en maar dat is jaren geleden. De tijd is veranderd, de omstandigheden zijn veranderd, de regeringen zijn veranderd, hoofden van diensten zijn veranderd, sommige diensten bestaan niet meer. Dus het is belangrijk dat we bij elkaar komen om met elkaar af te stemmen, elkaar te leren kennen en uiteindelijk een veiligheidssituatie te creëren in deze omgeving waarin we leven. En waarom is dat belangrijk? Want ik weet zeker dat er vragen zullen komen in de samenleving. Waarom spenderen we geld hieraan? En ik denk dat het belangrijk is om dat even toch wel uit te leggen. Wanneer je praat over regeren, dan is het niet alleen, zeker voor een regering, niet alleen belangrijk om aandacht te schenken aan één aspect van
die samenleving, maar wij zijn verantwoordelijk voor alle aspecten in die samenleving. Wanneer de vakbeweging alleen praat over hun arbeidsvoorwaarden of het bedrijfsleven, over de faciliteiten, dan geldt dat niet voor de regering. De regering is er voor iedereen, voor de hele samenleving. Dus wij zullen activiteiten moeten ondernemen die de hele samenleving beslaan. Dus wij gaan moeten investeren, we gaan kosten moeten maken om dit soort zaken te realiseren. Ik wil dat benadrukken omdat men vaak denkt, oh, er is geen geld, maar er is wel geld daarvoor. Nee, dat is nou eenmaal regeren. Er zijn verschillende aspecten van die samenleving die bediend moeten worden. Veiligheid is enorm belangrijk. We gaan geen ontwikkeling krijgen in het land en zeker geen investeerders aantrekken als we een onveilig klimaat hebben. En dat brengt instabiliteit met zich mee en dan blijven de investeerders weg. Dus er is een nauwe relatie tussen het gevoel van veiligheid, de realiteit van veiligheid, de afwezigheid van bedreigingen met economische ontwikkeling. Uiteraard, dit zijn de landen die erbij betrokken zijn, maar het zullen ook andere landen zijn die zijdelings betrokken zijn, landen die ondersteuning verlenen, landen die informatie met ons delen. Dat zijn landen die regulier in dit gebied actief zijn. Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk. En we zullen ook werken met een aantal internationale organisaties. De OAS, de Verenigde Naties, CARICOM, Interpol en een aantal andere gespecialiseerde organisaties in het Caribisch gebied, zoals IMPEX. Dus uiteindelijk is de bedoeling dat we een conferentie krijgen met een participatie op beleidsniveau, zodat we besluiten kunnen nemen, zodat we afspraken kunnen maken over hoe we de veiligheid in dit gebied zullen versterken, verbeteren. Dat is eigenlijk het doel. Ik zal voor wat betreft de agenda de andere collega's de gelegenheid geven wat dieper in te gaan op de verschillende thema's die er zijn. Want we doen dit gezamenlijk, het is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En wat wij hopen en waarop wij rekenen is dat niet alleen de ondersteuning er komt vanuit het buitenland, de personen of de landen die moeten participeren en de organisaties, en we krijgen al reacties wat dat betreft, maar ik reken ook op de maximale ondersteuning van het Surinaamse volk. Wanneer gasten komen, dat we ze goed behandelen, dat we vriendelijk zijn zoals we altijd zijn, zodat zij ook met een goed gevoel weggaan. Ik denk het belangrijk is dat we Suriname uitdragen, omdat deze activiteiten ons voordelen zullen verschaffen op den duur. En we gaan vele conferenties in de komende maanden hebben. We willen de last zo min mogelijk creëren voor de samenleving. Maar ik hoop dat u begrip heeft dat conferenties nou eenmaal mee met dit soort dingen meegaan en op meebrengen. Wij zullen ervoor zorgen dat we de Surinaamse samenleving blijven informeren, zodat men ook weet wat er gebeurt. En uiteraard, wanneer we praten over veiligheid, dan zijn er enkele zaken die je liever niet vertelt. Maar we zullen zo goed mogelijk de samenleving informeren. Dus met deze woorden wil ik besluiten. Ik wil iedereen alvast bedanken voor de inzet. Het is een hele inzet geweest van alle organisaties. En ik denk dat we natuurlijk nog niet klaar zijn. Maar wanneer we klaar zijn met deze conferentie, hoop ik dat we een mooi stuk werk hebben geleverd, waarbij de veiligheid van onze natie, van onze Surinamers, beter gewaarborgd is dan voorheen. Dank u wel. Dank u wel, minister. U kijkt nog steeds en luistert nog steeds naar de launch van de conference portal van de High Level Security Conferentie die op 21 en 22 april hier in Suriname gehouden. En de minister is zojuist ingegaan op het doel en het belang van deze conferentie. Wij gaan over naar de volgende spreker. Dat is de minister van Defensie, mevrouw Krishna Mathura. Dank u wel, conferencier. Ook van mijn kant van harte goedemorgen. Iedereen hier, ook mijn collega's van Bibus en van NH vandaag in de hoedanigheid van minister ad interim Justitie en Politie. Ook de directeur van DNV. Het is een genoegen om hier te zijn bij de launch van het webportaal van de High Level Security Conference. Mijn complimenten in elk geval aan de organisatie voor deze eerste publieke mijlpaal. En het is, we kunnen misschien niet alles oplossen, maar dit is een hele goede stap vooruit bij de aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit. Mijn collega heeft zojuist uitgelegd het belang van de conferentie en ik zal daarop dieper ingaan van waarom. Want vaak lijkt het alsof
dit niet de gewone burger raakt. Maar ik denk dat, of niet, ik geloof dat georganiseerde criminaliteit, transnationale georganiseerde criminaliteit, een heel ernstig fenomeen is in elke samenleving. En dat het niet alleen de samenleving van een bepaald land raakt, maar dat het impact heeft eigenlijk op andere landen, de hele wereld en de hele gemeenschappen en regio's eigenlijk. Dus onveiligheid in een land betekent ook onveiligheid in de regio. En daarom is het heel belangrijk om samen te werken en acties te ondernemen om het aan te pakken. En die internationale samenwerking is een hele belangrijke aanpak. Georganiseerde criminaliteit en zeker transnationale georganiseerde criminaliteit gaat over verschillende landen, gaat over verschillende jurisdicties, rechtssystemen en wordt georganiseerd in een land, wordt gepland in een ander land, vindt plaats in verschillende landen. En daarom is het heel belangrijk om samen te werken. Wil je goed inzicht hebben en overzicht hebben over hoe transnationale georganiseerde criminaliteit eruit ziet, dan is het belangrijkste dat je met elkaar gaat samenwerken. Dat je informatie gaat delen om een goed beeld te hebben. En dan pas kan je aanpakken. Wat criminelen doen is, zij werken samen. Er zijn geen barrières voor hun. Maar overheden, die zijn gebonden aan wettelijke regelingen en jurisdicties. En die moeten dan op een formele manier samenwerken. Afspraken maken hoe we informatie gaan krijgen, hoe we wettig en overtuigend bewijs kunnen verzamelen. Dus het is heel belangrijk dat we niet alleen aangeven dat we willen samenwerken, maar dat we concrete acties ondernemen om een sterk signaal te sturen naar de georganiseerde criminaliteit. Dat we niet blijven zitten, maar dat we mensen uitnodigen dat we acties ondernemen. En het is heel belangrijk, zeker in deze fase waarin Suriname staat, waar we eigenlijk verantwoordelijkheid hebben om veiligheid op een hoger niveau te brengen, dat we dit doen samen met andere partners. Want ook zij kijken van welke acties neemt Suriname om transnationale criminaliteit aan te pakken. Dus het is heel belangrijk dat we deze stap doen. Wat betreft de vormen van transnationale criminaliteit, want wanneer we praten, dan gaat het niet alleen om drugs, maar het gaat om heel veel andere aspecten. Het gaat, en als ik bijvoorbeeld alleen drugs neem, dan is het dat het in een land geproduceerd wordt, een ander land wordt gebruikt om het te transporteren en uiteindelijk komt het in een ander land terecht. En er zijn mensen die heel veel geld, want dat is eigenlijk het doel van georganiseerde criminaliteit, dat men heel snel heel veel geld wil verdienen. Maar we moeten soms stil blijven staan wat de impact van drugs heeft op jongeren, op een samenleving. Want hoe meer verslaafden in een samenleving, hoe minder de kwaliteit van het leven. En daar gaat het om. We realiseren vaak niet wat de impact is van drugs, maar het is gigantisch. En we moeten daaraan als land absoluut niet aan meewerken. Dus dat is één aspect. Tweede is geweld dat gemoeid gaat met drugs, liquidaties, maar ook gewoon bedreigingen. Een derde aspect is corruptie. Hele instituten en organen worden gecorrumpeerd. Mensen worden omgekocht en je kan niet meer rekenen op die organen. Hun betrouwbaarheid, hun onafhankelijkheid, hun objectiviteit. En dat is een gevaar voor die samenleving. Verder, illegale immigratie, mensenhandel, mensensmokkel zijn allemaal vormen van transnationale criminaliteit, cybersecurity. Wat nu heel erg actueel is, is ook een thema die aan de orde gaat komen tijdens deze conferentie. Maar een belangrijk aspect dat ik vandaag wil benadrukken is dat transnationale criminaliteit onrechtvaardigheid creëert in elke samenleving. Onrechtvaardigheid om een deel van de mensen op een illegale manier heel rijk worden en andere mensen die heel hard werken om een beetje aan geld te komen. En onrechtvaardigheid in elke samenleving creëert spanningen. Spanningen en die kan de veiligheid en vrede in een samenleving ondermijnen. En daarom is het heel belangrijk om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Dus ik ben heel blij dat we die conferentie gaan hebben. En dat we elkaar niet alleen met documenten, maar dat we elkaar zien. Dat we kennis maken, dat we weten wie de mensen zijn
die verantwoordelijk zijn voor portfolio transnationale criminaliteit. Wij van Defensie, we zijn niet primair belast, maar we leveren een hele belangrijke bijdrage bij de ondersteuning in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. En immigratie is ook een belangrijk onderdeel van het ministerie van Defensie, dus dat is een directe verantwoordelijkheid die wij hebben. Kortom, ik ben trots op Suriname dat we deze actie ondernemen en dat we met deze launch, met een druk op de knop, alle participerende landen die informatie verschaffen die ze nodig hebben om met heel veel succes te participeren aan deze conferentie. Ik wil besluiten dat we vandaag met de launch een stap vooruit zetten. Met alle problemen die we hebben in dit land, we kunnen misschien niet alles oplossen, maar belangrijk is dat we stappen vooruit zetten. En dit is een stap vooruit. En met de succesvolle conferentie die we willen hebben, waar iedereen een stukje verantwoordelijkheid heeft, en ik roep ook iedereen om die verantwoordelijkheid te nemen en het te maken tot een succes, dat we ons nationaal opstellen, dat we kijken naar de vruchten van die conferentie en dat we met elkaar inderdaad ook nog meer stappen vooruit zetten om dit land veiliger te maken en verder te ontwikkelen. Dank u wel. Ja, dank u wel, minister Krishna Mathura van Defensie. Er zijn meer dan 200 gasten uitgenodigd. Bijkans 13 landen die zullen deelnemen aan deze conferentie. En meer dan 150 participanten zijn uitgenodigd. Er staan ook 30 onderwerpen op de agenda van deze grootste high-level security conferentie die wij zullen organiseren op 21 en 22 april 2022. Van grote belang voor Suriname. We gaan over naar de volgende spreker. Hij is niet lijfelijk hier aanwezig. Dat is de minister van Justitie en Politie, de heer Kenneth Amoksi. Maar hij is wel virtueel, heeft wel virtueel een boodschap met ons te delen vandaag. Uw attentie voor de boodschap van de minister van Justitie en Politie. Dank u wel. Laat mij ook de Surinaamse gemeenschap groeten. Inderdaad zal Suriname een high-level security conferentie organiseren. De essentie is praten over samenwerking, praten over de issue. Praten over de belangrijkheid voor Suriname, waarbij we dus natuurlijk gaan we analyseren het verleden en de bestaande situatie, de bestaande samenwerkingsverbanden die er zijn met bepaalde landen natuurlijk. We denken eerst in de regio, Guyana's geld, we denken aan Suriname sowieso als organiserend land, maar ook aan Guyana. Aan Brazilië, aan Frans-Guyana, Frankrijk. Dat zijn dus de landen die sowieso betrokken zijn. En we gaan kijken naar de bestaande samenwerkingsverbanden. We gaan kijken, analyseren de bedreigingen en de oplossingen die we hebben voor aanpak. Het zijn tal van paar specifieke delicten die worden gepleegd, bijvoorbeeld ook money laundering. Want daar hoort het allemaal bij. Men vergaat geld en men wil dan dat geld wil dan men in de bovenwereld brengen om economieën, om bedrijven, om de gezondheid van ons landen te bedreigen. Daarop komt het eigenlijk neer. Dus er zijn verschillende strafbare feiten die gepleegd worden in verband met de transnationale georganiseerde misdaad. Heel veel criminaliteit, criminele handelingen die gepleegd worden, die allemaal soms in verband staan. We denken bijvoorbeeld aan documentenfraude, wanneer men doet aan mensen smokkelen en mensenhandel. Dat is dat ook een onderdeel daarvan. Het corromperen van overheidsinstituten, de politie, noem maar op, ambtenaren. Dus concreet gaat het erom van op alle facetten van samenwerking, van aanpak, van strategieën
moeten we vernieuwen. Daar waar het nodig is, sowieso intensiveren. Het is dus zaak, kijk, er is een belangrijk onderwerp dat heel actueel is, dat is ondermijning. Hieronder moeten we verstaan het ontdekken van de criminele financiële stromen en hoe wij als overheid dat kunnen onderbreken, dat kunnen frustreren, de middelen in beslag kunnen nemen. En wij moeten met deze landen samenwerken door middel van overeenkomsten, door middel van samenwerkingsverbanden. Ik denk bijvoorbeeld aan trainingen. Het zijn allemaal eerste wereldlanden. En wij kennen onze positie, dat ze ons kunnen ondersteunen om onze instituten sterker te maken. Een van de belangrijke dingen die ik niet heb genoemd, is ook de corruptie. Het corrumperen van onze instituten. En dat gaat allemaal. Toch, we hebben niet gesproken over duurzame ontwikkeling, maar de transnationale georganiseerde misdaad heeft ook een heel grote impact op onze duurzame ontwikkeling. We moeten denken bijvoorbeeld aan de opkomende activiteiten met betrekking tot olie en gas. We zien de activiteiten in Guyana, wat er allemaal daar gebeurt, hun economie. En we moeten anticiperen op deze situatie, dat ook wij hier al deze ontwikkelingen gaan meemaken, want er is ook olie gevonden in onze kust. Dus wij moeten anticiperen op deze ontwikkelingen. Concrete voordelen die wij hieruit kunnen halen, sterkere instituten, meer armslag met betrekking tot relaties, maar ook met betrekking tot concrete activiteiten die we kunnen ontplooien, samenwerkingsverbanden, we denken aan trainingen, we denken aan deskundige ondersteuning, we denken aan studies, noem maar op, we denken aan versterking van onze economie, opvoeren van onze verdiencapaciteiten, maar ook versterking van de democratische beleving, versterking van onze rechtsstaat. Al deze zaken hebben we nodig als we echt naar buiten willen komen als een sterk land met een sterke economie, met sterke instituten, hebben we al deze zaken nodig. Sowieso de politie en de verschillende politieonderdelen. U moet zich voorstellen dat we hebben al bestaande samenwerkingsvormen. We hebben een goede relatie met Brazilië, de Braziliaanse veiligheidsinstituten. Met Guyana vindt er regelmatige uitwisseling plaats van informatie. Met Frans-Guyana hebben we zelfs joint operations aan de grens. Het afgelopen jaar zijn er tenminste over en weer teams over en weer gegaan. Ik ben zelf persoonlijk naar Cayenne geweest met de politie. We hebben rondleiding gehad. De Franse politie is ook hier geweest. Dus in termen van trainingen, van intensiveren van onze samenwerking, de politie, de douane zijn allemaal instituten die zeker moeten en zullen meedoen in deze conferentie. Dus we zijn in de lift. Laten we op deze manier doorgaan. Het gaat allemaal om het gezond maken van Suriname, het gezond maken van onze instituten, onze veiligheidsinstituten. Dus dat pad zijn we opgegaan en we gaan het continueren. Ja, u keek en luisterde daarnet naar de virtuele boodschap van de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi. Hij is zojuist ingegaan op enkele van de onderwerpen die aan de orde zullen komen op de High Level Security Conferentie in Suriname op 21 en 22 april. We gaan nu over naar de volgende spreker. Dat is de heer Jamil Diaz. Hij is cybersecurity analist en hij zal ons meer vertellen over het conference portaal. Goedemorgen, lokaal en natuurlijk ook internationaal. Meer dan 200 gasten
bijkans 13 landen, ruim 150 participanten, zijn allemaal uitgenodigd om deel te nemen aan deze conferentie met ongeveer 30 sub-onderwerpen op schema. Het conferentieportaal van de High Level Security Conference is een instrument om het bewustzijn met betrekking tot transnationale georganiseerde misdaad te vergroten, maar ook het beleid aan te geven ten einde veiligheid binnen Suriname en de regio te bevorderen. Daarnaast kunnen internationale instanties en ook participanten, inclusief de Surinaamse participanten, deelnemen aan de HLSC door zich te registreren via dit portaal. Why op de website hlsc.nationalsecurity.sr. Nou, via dit portaal zal er dus gecommuniceerd worden met de deelnemers en die kunnen na de registratie ook met elkaar in contact zijn. Het online platform zal eveneens dienen als externe communicatie met betrekking tot de meeting om deze ook te faciliteren. Het is een HLSC, een High Level Security Conference. Dat betekent dat na registratie alle informatie gaat naar de security afdeling, waarbij er natuurlijk een background check wordt gedaan en daarna wordt bijvoorbeeld je badge gemaakt en alle informatie van je gecheckt, zodat we zeker weten wie in de conference is. Er is een gedeelte, een opening met de media, er is een gedeelte in het midden, High Level Security Restricted. En dat heeft allemaal te maken met hoe je werd geregistreerd en natuurlijk de afsluiting, dat is weer open voor een ieder. Internationaal zal de mogelijkheid bestaan om via HLSC ook de conferentie live te volgen. Na de launch zometeen zal de promotie aangaande deze conferentie en de registratie direct worden gestart. Dat betekent dat we dus zometeen officieel het start zijn geven om te lanceren vanuit Paramaribo. Deze conference portal moderniseert het logistiek proces waarbij participanten op vertoon van hun badge zich kunnen aanmelden op plaats van de bestemming. Tot slot, kortom, dit portaal is de logistieke basis van de informatiestroom en buiten de HLSC met betrekking tot transnationale en nationale veiligheid. Ik wil dit even erbij zeggen. Ik kreeg zojuist ook de informatie binnen, terwijl we zo bezig zijn. En dat is het leuke van het portaal. En welkom ook voor het meekijken CNN, Latin America en Reuters, die op dit moment ook zijn ingelogd. We moeten, zoals de minister net reeds zei, de jongeren bij betrekken. Dus onze officiële #campagne wordt vandaag ook hiermee gelanceerd. En daarmee sluit ik af. #HLSC2020. Why does transnational organized crime seem so lucrative? Why do criminal networks threaten stability and our national security? Why are we still vulnerable? We, as part of the world, have to collaborate together in order to strengthen regional and global cooperation. We are obliged to create peace, achieve sustainability, development, and promote investments. We can develop and improve on implementing existing strategies, taking ownership of our actions. Ministers, ambassadors, high officials of international organizations from the Caribbean, South America, North America, and Europe will be part of the first high-level security conference in Paramaribo, Suriname, on the 21st and 22nd of April 2022. They will elaborate on these challenges, share experiences, raise awareness, and develop strategies and solutions. Let's think, join forces, and act together. #HLSC2022. Het moment is aangebroken dat wij nu overgaan tot het lanceren van dit conference webportaal. De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gaat over tot de launch. U geeft het startsein. Ik wil u even erop attenderen. Drukt u op het juiste knopje. U weet, we willen geen verkeerde dingen drukken of verkeerde dingen lanceren. U gaat drukken op de knop, zodat de conference portaal nu live gaat. En de countdown is begonnen. U ziet het daar, als we even misschien kunnen inzoomen.
Ik zie u dan officieel over 3 weken. Drugshandel, witwassen, corruptie, grensbeheer en cybercriminaliteit. Dit zijn enkele van de onderwerpen die aan de orde komen tijdens de eerste High Level Security Conference in Suriname op 21 en 22 april. Ministers, ambassadeurs en hoge functionarissen van internationale organisaties uit het Caribisch gebied, Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Europa zullen samenkomen om de uitdagingen en bedreigingen aan te pakken die deze transnationale misdaden met zich meebrengen voor stabiliteit en duurzame ontwikkeling van onze regio. Dus de High Level Security Conference is een initiatief van Suriname. Daaraan zullen participeren Suriname, Guyana, Frans-Guyana, Brazilië en Colombia. Die zijn de landen involved. Samen met landen die zijdelings betrokken zijn bij veiligheidssituaties in dit gebied, zoals Nederland, Canada, Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Spanje. De essentie is dat we gaan bespreken transnational organized crime. Dus transnationale georganiseerde criminaliteit. Dat is eigenlijk ook de essentie van deze conferentie. Om bestaande samenwerkingsverbanden te evalueren. We denken bijvoorbeeld aan drugshandel. We denken aan wapenhandel. We denken aan mensensmokkel. Wij hebben een enorme taak om ervoor te zorgen dat de beste vorm van samenwerking tot stand komt. Om zo effectief mogelijk de veiligheid in deze regio te kunnen garanderen. Veiligheid is een van de basiselementen voor economische groei. Zonder veiligheid is het heel moeilijk dan om economische groei te hebben in het land en in de regio. Suriname neemt acties en keiharde acties om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. En tegelijkertijd geven we een heel sterk signaal naar de georganiseerde criminaliteit van we zitten niet stil. We tolereren niet. De verwachte resultaten zijn meer betrokkenheid hebben bij regionale en internationale veiligheidssamenwerking. We willen ook meer resultaatgericht beleid op nationaal en regionaal niveau. De transnationale georganiseerde misdaad heeft ook een heel grote impact op onze duurzame ontwikkeling. Wij allemaal, hun gemeenschappen, onze economieën, wij allemaal ondervinden er last van. Wij moeten met deze landen samenwerken. Op 21 en 22 april zullen wij samen denken, samen bundelen, samen handelen in de Royal Ballroom van Torarica, Paramaribo, Suriname. Komekudenki Makandra, Bondru, Spamakandra, Dumakandra. 21 en 22 april, Torarica, Paramaribo, Suriname. Let's think, join forces and act together. Hashtag HLSC2022. Ja, wij hebben de launch van het webportaal gehad. Wij geven de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking het laatste woord voor vandaag om af te sluiten met ons. Ja, dank u wel. Inderdaad, gefeliciteerd aan ieder met de launch van het portaal. Wij hebben duidelijk aangegeven als collectief van ministers het belang, de noodzaak, de wijze waarop we het gaan aanpakken, de intentie om het op een goede manier te doen. U heeft de presentaties gezien. Modern spreekt aan naar ieder toe, maar het sluit aan ook bij de internationale noodzakelijkheden, wenselijkheden. Ik wil benadrukken dat dit in het belang is van Suriname en de Surinaamse bevolking. En we moeten dat niet onderschatten. Dus het is in het belang van ons allen. En de enige manier waarop we dat tot uitdrukking kunnen brengen, is om samen te werken. En die woorden zijn vaker gebruikt vandaag. Dit is iets dat we samen doen, gecoördineerd en in het belang van Suriname. Dus laten we hopen op een niet alleen een mooie conferentie, maar ook een effectieve conferentie waar we goede afspraken maken, waarbij de veiligheid in deze regio en dus ook in Suriname gegarandeerd is voor het welzijn van het Surinaamse volk. Dank u wel. Ja, dank u wel, minister.
En met de woorden van minister Ramdien besluiten wij deze officiële launch ceremonie van het webportaal van de High Level Security Conferentie dat gehouden zal worden op 21 en 22 april 2022 in Suriname. Wilt u meer informatie van deze grootste conferentie, dan kunt u op het zojuist gelaunched webportaal, het online platform, dat is www.hlsc.nationalsecurity.sr gaan voor meer informatie. Maar u kunt ook meer informatie op de Facebook page en YouTube page van de communicatiedienst vinden. Wij bedanken u voor het willen kijken en we bedanken alle ministers en delegatieleden, de leden van de pers en aanwezigen hier voor hun participatie aan deze launchceremonie. Wij bedanken u voor het willen kijken en wensen u vanuit deze plek een fijne kijk- en luisterstemming verder.